Ik vind het leuk om te zien hoe mijn reis in de wereld van hardlopen, marathons lopen, triathlonnen, mountainbiken mij uiteindelijk ook heel veel oplevert in mijn professionele carrière en überhaupt gewoon helemaal in mijn leven. Hey daar, welkom bij vlog 32 vanuit deze fantastische, gekke woestijn midden in Nevada in Amerika. Ik had je heel graag willen laten zien hoe vet het is om hier te mountainbiken. Kijk, daar is hij, GoPro. Maar ja, ik denk die gast gisteravond, ik dus. Zal ik nog even checken of de batterij vol is? Nee, ik heb niks mee gedaan, batterij is vol. Even vertellen, batterij is leeg. Zullen we het moeten doen met dit idee? Cactussen, woestijn, rood maanlandschap. Dit is waar de cowboys reden. Dit is waar ik rijd. In deze vlog wil ik het met je hebben over de levenslessen die ik langzaamaan begin te trekken uit het duursporten, uit het marathonlopen, uit het triathlonnen en uit het MTB op de lange afstand. De afgelopen 9 dagen ben ik continu keihard aan het werk geweest van 's ochtends 6 tot 's avonds 10. En dat lukt me tegenwoordig dankzij wat ik in de sport heb gevonden. Dus ik ga je dat vertellen. We zijn hier natuurlijk op de meest Instagrammable plek van de Blue Diamond Canyon. Dus check Instagram, je ziet deze foto terug. Maar goed, levenslessen. Deze tracks zijn trouwens wel echt fantastisch, jongens. Echt jammer dat ik het niet kan laten zien. Dus hier is levensles 1. Assumption is the mother of all fuck-ups. Zoals altijd, niet aannemen dat je spullen met batterijen vol zijn. Checken, opladen. Het is een fucking hele reden dat ik een GoPro heb. Maar goed, mental pictures. Tweede les, wat ik je zei. Het is 9 dagen full on werken. Eerst 4 dagen in Wenen met 2 live shows per dag, veel video interviews. Toen in één keer door naar hier naar Las Vegas. En Las Vegas is een leuke beurs waar ik dankzij dit mooie vlog en dankzij jullie support heb verkocht dat ik 2 keer per dag een vlogje zoals dit ging opleveren om het verhaal van deelname aan de beurs te vertellen, de IMAX episode. En dat is gewoon een hoop werk. En na 3 dagen slecht slapen van de jetlag en 5 episodes maken, denk je, fuck, ik ben er wel klaar mee. Ik ben creatief leeg, ik ben fysiek leeg, ik ben mentaal leeg. Ik trek het niet meer en we zouden er 8 maken. Dat is een moment wat ik ook wel herken uit de marathon. Weet je, ergens rond kilometer 30, de bekende kilometer, denk je, pff, ik ben er wel klaar mee. En de truc is, het is een kwestie van doorgaan. En dat helpt me deze week dus ook heel erg. Dus ja, ik was wel klaar mee. Je gaat gewoon zitten, je gaat filmen, je gaat maken. En kijk nou, we zijn 3 dagen verder en we hebben 8 afleveringen in 4 dagen gemaakt. En daar ben ik ontzettend trots op. Dus ik zal je straks ook de aflevering laten zien die ging over de IMAX run. Dat verhaal heb ik inmiddels al een aantal keer verteld. Ik geloof ook in vlog 27. Check het uit. Over hoe impactvol het kan zijn om je in te schrijven voor een event. Zeker ook juist een fun run. Zeker als je helemaal niks met hardlopen en fitheid hebt. Het gaan doen en dan ontdekken hoe leuk het is. En vanuit daar, nou ja, bij mij is dat in de afgelopen 3 jaar natuurlijk nogal extreem doorontwikkeld. Facebook liet me van de week zien. 3 jaar geleden, de eerste IMAX run. In het bijschrift staat nog, nou, ik heb het gedaan, but I still hate running. Nou, kijk waar we nu zijn. Ja, wat is dan die derde levensles? Nou, die heeft te maken met deze sport. Zwemmen, fietsen, lopen, triathlonnen. Wat daar mooi in is, is dat je als je in het water ligt, het geen enkele zin heeft om na te gaan denken dat je straks nog 5, 10 of 21 kilometer moet gaan lopen. Je moet gewoon eerst zwemmen en dan moet je fietsen. En dan ga je pas lopen. En dat helpt me ook deze dagen, wanneer het zo super druk is. Kijk, als ik afgelopen donderdag me zorgen ga staan maken dat ik nog 7 dagen aan 1 stuk door van dit soort debiele dagen moet maken, word ik niet vrolijk van, word ik niet goed van. Zorgen, eerst die donderdag, dan de vrijdag, dan de zaterdag. En ook in de dag, als ik daar sta en ik denk, wow, 2 live shows, 15 interviews. Hoe ga ik dat ooit allemaal in mijn hoofd krijgen? Nee. Eerst het eerste interview, dan het tweede interview, dan het derde interview. Dus het is allemaal heel logisch en niet baanbrekend. Maar ik vind het leuk om te zien hoe mijn reis in de wereld van hardlopen, marathons lopen, triathlonen, mountainbiken mij uiteindelijk ook heel veel oplevert in mijn professionele carrière. En überhaupt gewoon helemaal in mijn leven. Dat wilde ik eens even met je delen. Genoeg gekletst. Ik ga even een mooie foto maken met de Ruby Ducky Tree op Instagram posten. Als je wil zien hoe deze rit verder is afgelopen, volg mij dan even op Strava. Zoek naar Gerrit Huikop uit Leersum, ook al sta ik nu in Nevada,
in de woestijn in Amerika. En ik zal hierna de IMAX episode laten zien over de IMAX run. Dan kun je een beetje zien hoe het was om hier deze week hard te lopen op de strip in Las Vegas. Wat een debiele omgeving. Hi, I'm Miguel. And I'm Garrett. And this is IMAX Episodes. And this is where you get to experience firsthand what it's like to participate in IMAX America. Where are we today, Miguel? We're at the IMAX Run. We're just outside the Venetian. It's about to start. We're going to take you running. It's going to be great. Exactly. And we're going to try to find out why these people get up at 6 a.m. in the morning to be here to either run, walk, or race. So if you're a participant of IMAX Run, let us know in the comments right now. Why did you get up at 6 a.m. to be here at a run? I just need a little exercise, to be honest, and to get outside and breathe fresh air. Ryan. Good question. I don't know, by myself. No, I mean, it's good after a long flight, 3 days of meetings. It's good to have some exercise as well. 3, 2, 1, let's go! Bonus. I liked it. It's fantastic, actually. It's a beautiful morning wake up, to be honest. So after all those meetings, and I'm ready for another one. So it's perfect. First response. I don't do jogging normally, so it was quite an experience and challenge for me. But it was great, really. Why did you get up at 6 a.m. this morning? It's just a brilliant. The atmosphere is fantastic. It's great to see everybody out. Nice and healthy. Good start to the day. It was really good fun. Really, really good fun. Because there's nothing as fun as an IMAX run. Yeah, it was a great experience, actually. All right, so how was the IMAX run for you? It's great, it's always great. The atmosphere is contagious. You get the fastest runners and just the people enjoying themselves, walking along. It's just fantastic. Yeah, and to me personal, it's always very special to be back here at the Strip. 3 years ago only, I hated running. I got up early, joined the IMAX run. Look at me now, I'm running marathons. So be careful with this little thing. A disclaimer, it doesn't always work. I'm not running marathons. Tot zover vlog 32. Leuk dat je hem helemaal tot het einde hebt gekeken. Ik hoop je terug te zien volgende week donderdag bij vlog 33. Hey u!